aangekomen op het busstation. Een hele grote. Echt een hele grote. Maar we zijn er. Hier kan je heel Mexico bezoeken. Klopt. En wij gaan naar Guanajuato. Sí. Buenos dias. Het is 8:00 ochtends. En we zijn onderweg naar onze eerste schooldag. Heel spannend. Hoe was je eerste schooldag? Zwaar. Ja? Heel zwaar. Ja, je hebt al echt veel moeten leren. Veel rijtjes moeten stampen. 4 A4'tjes vol met allemaal woordjes die ik moet gaan leren. En wat is je nu favoriete woord? Cornet letters. Die heb ik niet meer. Die heb ik niet meer. Ze zijn allemaal vergeten, nu al gelijk. Oh. Nee hoor, komt helemaal goed. Tuurlijk komt het helemaal goed. Ik moet even bijkomen na 4 uur les. Ja, dat snap ik. Ah. Eerst maar even een lunchje. Wie hebben we daar? We gaan lunchen na onze eerste schooldag. Hoe heb je het gehad? Ja, echt superleuk. Ik moest eerst een test doen en dat was alleen maar werkwoordvervoegingen invullen. En daar ben ik toevallig heel goed in. Dus met vlag en wimpel geslaagd. Ze mocht 6 klassen overslaan. Ze zit nu in de gevorderde klas. In de Smart Depends klas. We zijn even de stad aan het verkennen. En er zijn heel veel kleine markten. Deze hebben we nog niet gezien. Dus we gaan even kijken wat hier te beleven is. Richting Calle de Pesto. En dat is een heel bekend steegje hier. Want die steegjes zitten zo dicht bij elkaar, het is veel minder dan een meter. En het heet Calle de Pesto omdat er vroeger was er een verliefd stel. En die mochten niet verliefd zijn, want de een kwam uit een ander milieu dan de ander. En ze hadden een manier gevonden om op samen te zijn, namelijk door een kamer aan de andere kant van het meisje haar huis te kopen, zodat ze 's avonds vanuit het balkon konden zoenen. Maar het is niet goed afgelopen, het heeft een tragisch einde. Het is een beetje Romeo en Juliet, maar dan de Mexicaanse versie. We weten dus niet hoe het is afgelopen, behalve dat het tragisch is afgelopen. En we gaan er nu heen, maar we zien hier in de verte al heel veel toeristen staan. En normaal gesproken is het dus heel leuk om die trap op te gaan, maar dat mag niet vandaag. Hij is afgesloten. Dat is even jammer. Hadden we geen rekening mee gehouden. Misschien zijn ze vrij. Misschien zijn ze feest aan het vieren, nu al. Ja. Volgende week begint het festival. Hebben ze nu al vrij. Ja, dat is wel eens.